78 of here, down 8, 9, 7, 9, 80. 80, down 1, here, down Bob, down 80, 1 over here, down 2, 2, 2, down 3, down 3, down 2, down 3, now 4. And 3, 3 and a half, now 4. And 4, get 75, one time, 83, 75. Dat ging goed. Ja. Met een geweldige kunstenaar, Ankie van Huizen. Een prachtig schilderij wat ze heeft gemaakt. En mooie plek waar we het hebben mogen doen. Bij het Spiegelhuis. En een mooi resultaat, €300. Dat belooft veel goeds voor jullie. Nou ja, het is nogal een bedrag wat we nodig hebben om die gymzaal te verbouwen. We hebben hem ook nog niet eens gekocht. Dus het is een enorm ingewikkeld project voor zo'n kleine organisatie als we zijn. www.paco.nl. We zijn aan het crowdfunden voor de nieuwe locatie van Podium Paco Plumtrek. Daarom hebben wij deze unieke samenwerking. Waarom heb je gekozen voor dit schilderij? Oude foto's intrigeren mij met mensen erop. En ik vond het heel leuk om een Almeloos straatje te doen. Ter gelegenheid van dit evenement, als het ware, voor Paco. Leek me gewoon leuk om iets uit de stad te doen herleven. Juist, want wat voor beeltenis is het? Aanvankelijk dacht ik dat het kinderen waren van de fabriek, Bendien, die daar in de verte stond. Maar mensen zeiden tegen mij, dat kan niet, die kinderen zien er te netjes uit. Ze hebben hun zondagse kleren aan, witte jurkjes en bloemetjes op hun hoedje. Dus waarschijnlijk zijn het kinderen die voor de schoolfoto poseren. Want er zat in de Adenstraat een schooltje. Juist, want wat voor huizen staan daar op de achtergrond? Nou, het enige wat herkenbaar is, is het kerkje. Het kontje van de kerk. Die is er nog. En dat kunnen we nu nog steeds zien? Die is er nog steeds, ja. En ja, hoe was het om dat te schilderen? En ben je al eerder begonnen of vanmiddag? Of, ja, ik had al wat nodige ontwerpjes gemaakt. En ik had hem even een klein beetje opgezet, anders zou het te lang duren misschien, was ik bang voor. Ik heb hem nu eerlijk gezegd ook nog niet helemaal af. De finishing touch moet nog. Je zei de finishing touch, daar wil je nog iets mee gaan doen. Ja, maar degene die het schilderij gekocht heeft, die ken ik, dat is mijn eigen zus. Dus ik kan hem nog even rustig op mijn gemak in mijn atelier afmaken. Dus je kan nog even dat eraan maken, dat jij vindt dat het ook helemaal af is. Ja. Ja. En hoe was dat om hier vanmiddag zo bezig te zijn? Ja, als je eenmaal bezig bent, is het heel erg leuk. Ja, het was heel gezellig met die twee mannen erbij en commentaar op dat ding van de livestream. Ja, dat vind ik wel wat. Dat is wel leuk om dat op de achtergrond mee te krijgen. Ja hoor, vind ik prima. Vroeger heb ik ook vaak op kunstmarkten gestaan schilderen, ook ter plekke. Dus ik ben het ook wel een beetje gewend. En ja, €300, tevreden? Nou, had wel wat meer mogen zijn van mij, maar het was een hele leuke middag. En ik vind het leuk dat mijn zus het heeft gekregen, dus heeft gekocht. Verkocht! Yay. En die petitie daar wat jullie hebben, loopt dat ook goed? Ja, we zijn zo straks de 1000 overschreden vandaag. En die petitie die kan nog steeds getekend worden deze maand. En de maand is trouwens op zijn laatste dag. En de volgende maand mei kan die ook getekend worden. Ja, want wanneer willen jullie daarmee naar de gemeente toe? Ik vermoed rond 1 juni, want de petitie loopt tot 1 juni. En ik ben zelf niet de petitionaris, maar ik ga hem denk ik niet overhandigen. Maar degene die de petitie doet wel.